derde dichter van dit programma toe. Hij is hier al een keer geweest. Sommigen van u die onze erotische poëzieavond hebben bezocht, die kennen hem. Hij is dichter. Hij is oprichter van Stichting Spleen. Hij is daarmee uitgever van verschillende bloemlezingen en vertalingen. Hij organiseert poëziepodia, onder andere op het beroemde schip Het Einde van de Wereld. En we hebben hem nu weer hier vandaag, dames en heren, Kees Godefroy. Ja. Eens, het moet op Vlieland geweest zijn, stak mijn liefje haar voetje in zee. Waar, weet ik niet meer precies, maar nooit heb ik sindsdien zulke verliefde golven gezien. Verliefd, hoe kan ik zeggen wat jij met me doet? Het zijn je ogen die niet kunnen wachten. Het spel van verleiding zit jou in het bloed. Van jou loopt een lijn naar hogere machten. En dat maakt me gek, die magische gloed. De geur van je huid beheerst mijn gedachten. Ik loop in je leeg, verlies ook de moed. Niets, maar ook niets, kan mijn lijden verzachten. In luttele uren, andermans bruid. Ik vecht met mijn gektes, lees zelfs gedichten. Een daad die veelal depressies inluidt. Ik lees dat spul om de geest te verlichten. Maar eigenlijk boeit het me voor geen fluit. Voor jou hang ik dagen in de gewichten. Demonen. Dit oud geslacht werd rijk door barbarij. Het heerschap is omringd door toegewijden. Hij weet een listenvlechtster aan zijn zij en of een vaardige die hem benijden. Veelal gekleed als monnik in een pij, verwelkomt hij bij voorkeur chique meiden. Behoektand, stevast hun talenten vrij. Het bijten is opwindend, maar ze lijden en boeten voor zijn vuige hang naar bloed. De vampier drinkt. Zij voelen zich genomen, kennen zijn kwetsbaarheid maar al te goed. Die zwakte doet het bloed ook sneller stromen, want op hun bleke wangen prijkt een gloed, als hij weer slag levert met zijn demonen.